Maandag 21 april, week nummer 17. Ooit op 18 februari in week nummer 8 begonnen. Dus nu precies vandaag 9 weken geleden. Dat betekent dat de meeste dieetsystemen die ik tot nu toe weet heb, Atkins, Herbalife, Weight Watchers, nou, noem het maar op. Ik heb eigenlijk bijna alle diëten heb ik geprobeerd ooit. Het duurde nooit langer dan 2-3 weken. Dus wat dat betreft is deze eetgewoonte die ik mezelf nou aangewend heb de afgelopen weken om onder de bij die 2500 calorieën per dag te blijven gemiddeld, is redelijk gelukt al in 9 weken. Ik ben er best trots op. Het langste dieet dat ik ooit volgehouden heb, heeft iedereen kunnen zien. Een jaar of 6 geleden was 13 weken lang op televisie met Big Diet. Ja, dat werkte wel heel goed. Dat was een soort Sonja Bakker-achtig systeem waarbij je eigenlijk niet boven de 1500 calorieën kwam. Ja, dat valt natuurlijk heel snel af. Maar ja, het resultaat na 6 jaar is dat ik dan weer aankom. Dus dat had voor mij niet zoveel zin. Nu uiteindelijk op de langere termijn. Maar goed, we zitten dus in de 9e week vandaag. Ik begon ooit op, wat was het ook alweer? 135,5. Ik was de laatste keer, dat is nu een dag of, is het een dag of 12 of zo geleden, heb ik gewogen op 9 april. Toen was ik 130,6. Als ik maar in ieder geval niet zwaarder ben dan 130,6, ben ik weer bijzonder tevreden voor vandaag. Je weet het, weten is weten. ...129,4. Eindelijk onder die magische grens van de 130. Dus dat betekent dat het 6 ons onder de 130 en 6 ons boven de 130. Dat betekent 1,2 kilo eraf weer in de afgelopen 12 dagen. Ja, dat is eigenlijk best goed. Het gaat dus inderdaad heel langzaam. Maar het gaat in ieder geval. Kijk gewoon over 14 dagen weer naar 4 weken lang.